Nee, had er natuurlijk volkomen gelijk in. Ja, dat is abnormaal. Hoe dat zeker weet. Eén moment, ik bel je zo terug. Vind je het goed? Ja? Oké, tot zo. Ciao. Dag mevrouw. Hallo. Bent u een vriendin van Lin? Ja, ja. Ja? Ah, oké. En weet u of ze thuis is? Ja, ja. Ja? Schatje. Hey. Ik zal het even uitleggen. Ja. Het zit namelijk zo. Deze mevrouw stond in de hal beneden kou te kleumen. En ik vond haar zo liefzielig. Dus ja, wat ik eruit weet te krijgen is dat ze kennissen heeft op de derde verdieping. En dat ze eigenlijk in hun huis zou wachten om naar een bruiloft te gaan. Maar ja, ze is de sleutels kwijtgeraakt. Oh. Ja, dus nu zit ze met de gebakken peren. Ja. Toch, mevrouw? Ja, ja. 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 Ja, het is echt helemaal niet zo makkelijk om elkaar te begrijpen, hoor. Maar wat ik dus wel fantastisch vind, is hoeveel je kan bereiken met lichaamstaal. Ja. Ja, absoluut, absoluut. U snapt er niet veel van, hè? Wat wij allemaal uitkramen. Voor u klinkt het als een soort vreemd muziekje, waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Nou, er gaat wat gebeuren, geloof ik. Io, Lin beta ni. Beta su maso tamas in di rumah. Koji di lupa. Ini orang yang dong ada tahu. Dong ada. Beta sih mengerti dong. Sudah cepat pulang, sudah. Sudah. Saya apa? Eh? Iya. Ya, nanti, nanti, nanti. Beta tunggu, beta tunggu. Iya. Ya. En? Is alles oké? Is alles gelukt? Ja? Ja, ja. Ah. Boleh pasang itu sana tuh barangnya? Boleh nonton? Ja, ja. Ja. Ik begreep er de ballen van, ja. Je kan toch moeilijk nee zeggen? Alors on danse.